talk about me, you better hashtag problem. Hashtag problem. Adidas creps, don't ask where I got them. Nou, ik ben Samad WJ. Mijn sprookje van Door een Roosje is zeg maar begonnen door een optreden van Ronnie Flex en Boku Sam in 2015. Dat was de eerste keer dat ik in Door een Roosje was en ik vond het zeer interessant. Het optreden was niet extreem hyped of zo. Er stonden ook maar 20 mensen in de zaal. Maar het was gewoon dope dat er gewoon een goede sfeer hing. Alles zag er goed verzorgd uit. En het was gewoon lit. Nou, mijn tweede keer Door een Roosje, toen ging ik met Paul mee. Dat is een vriend van me, dat is hier fotograaf. En die nam me gelijk mee naar achter en die liet me zien hoe dingen in zijn werk gingen. En die heeft mij geconnect met Bram van Chocolade, Jonathan, Jason, Wesley, met iedereen. En die heeft geregeld dat ik kon helpen met bijvoorbeeld klusjes zoals opbouwen voor Chocolade. Dat deed ik altijd met heel veel plezier voor ze. En zo is het eigenlijk begonnen. Uiteindelijk uitgegroeid tot nu mijn eigen feestje, Froday bijvoorbeeld. Oh ja, klopt. Toen kreeg ik champagne van de directeur van de... Die liep hier toen ook nog, dat weet ik. Ja, ja, ja. Klopt, ja. Ja, ja, die Wolfie absoluut liep die mee rond. Of die Jack, hele grote fles. Ja, ja. Ik weet het, man. Ja. Ja, dat was ook grappig, want toen moet je nagaan, toen was ik 17 en toen stond ik een keer met zo'n fles Jack op het podium te flexen. Toen zei Jona ook van, hold it down, man, dat kan niet, je bent 17. Zo zie je. Toen ik hier begon was ik actually 16 bij Choco. Dus ja, dat is ziek. Ik weet niet of dat gezegd mag worden, maar...